Zondag 4 april 2021 was het zover. De officiële opening van het draaiseizoen van de molen van Oostvoorne. Een heel bijzonder draaiseizoen, want onze molen bestaat dit jaar 200 jaar. In deze video nemen we je mee achter en voor de schermen van deze bijzondere draaidag. De koude noordenwind was nadrukkelijk aanwezig en het was best fris. Het team van molenaars Mark en Martin werd vandaag ondersteund door molenarenopleiding Arnoud Boutkamp uit Rokanje. Gezamenlijk werd de molen opgezeild en werden onze feestelijke vlaggen in het gevlucht gehangen. Kijk, we zijn live in de molen. We zijn live? Ja man, de moderne techniek staat voor niets. Dames en heren, vandaag is een heugelijke dag. Wij beginnen vandaag ons jubileumjaar. De molen bestaat 200 jaar en wij zijn nu... Ik zeg wij, maar ik sta gewoon slap te filmen, maar mijn collega Martin die staat hier volop een molen op te zeilen. We gaan deze molen laten draaien vandaag voor u, want heb ik een heel fijn coronakapsel trouwens. Heel erg. We gaan deze molen laten draaien vandaag voor jullie, dus we hopen dat jullie even langskomen rijden in de loop van de dag. En we zullen vandaag nog wel een paar keer live gaan, denk ik. Dus ik zou zeggen, kom eventjes langs bij de molen om te zien hoe die dadelijk fantastisch draait, want... We hebben niet alleen de molen, we hebben zelfs een nieuwe jubileumvlag boven in de top hangen. En hij gaat straks helemaal in het feesttooi met vlaggen en noem het allemaal op. Zie je, mijn collega molenaar is echt levensgevaarlijk bezig. Door in een wiek te klimmen. Het klimmen. Wordt hij ook nog bellen? Wat? Wordt hij ook nog gebeld? Ja, ook nog. Jezus. Waarschijnlijk zijn familie. Pap, je bent live op Facebook! Goed, dus wij zijn hier volop bezig voor jullie, dus we hopen jullie straks eventjes te zien als jullie langsrijden bij de molen. Kijk, het opzeilen gebeurt met gemak en vakkundigheid. En er staat wind, dus we kunnen ook nog lekker draaien straks. Dus het gaat echt helemaal goed komen. Dus dames en heren, tot snel. Hey, ik heb er zelfs... Je hebt er geen actieve herinnering aan? Goed, nou dames en heren, we zijn weer live bij de molen. We zijn helemaal klaar met opzeilen van de molen. En we gaan officieel de vang lichten op deze mooie dag. Want daar hangt de vang en daar is het gevlucht. Kijk, we hebben mooie, vlaggen in het gevlucht. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Ja, ik denk dat wij samen, Mark, ja? We zijn hier toch een beetje de molenaartjes in dit geheel. Ja, wij zijn bevoegd. Ja, wij zijn de bevoegde molenaartjes. Wij zijn molenaartjes. Bevoegde autoriteiten. Ja. Nou, dan gaan we dat maar eens doen, denk ik, Martin. Want dan gaan we dat ding laten draaien. Ja, kom op. Huppij. We gaan André. Gewoon gekkigheid. Kijk. Ja, nou, het officiële moment. Precies. Deze dame is 200 jaar geworden en dat gaan we vandaag vieren natuurlijk. Precies, dus, 200 jaar, molen Oostvoorne. Ja, go go! Lichte vang, gast! Yes, daar gaat hij hoor. Kijk ja, man, ja. Hij gaat gewoon draaien. Kijk hem eens. En dat voor een ding van 200 jaar oud. Vlekkeloos, probleemloos. Hoor jij hem kraken? Nee. Ik hoor helemaal niks. 200 jaar en niet kraken. Ja. Nee. Doe ik hem niet naar. Dan heb je wel een... Ja, wij hebben een minder hoog onderhoudsbudget, hè? Dat is, Ja, nee, maar desondanks kraakt hij niet. Nee. Prachtig, man. En de jubileumvlag in de nok. En ik zie daar de Oostvoornse vlag. Ja, ook. En dan natuurlijk onze jubileumvlag. Jubileumvlag. Nederlandse vlag. Kijk. Hé, hey, rood is blauw, rood is boven. Dat is goed, hè? Ja, dat schijnt goed te zijn. Lang over na moeten denken vandaag. Ja. In een soort van. Hadden er geen actieve herinnering draaien. of rood naar boven moest. Ja, maar ik heb niet geloven. Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Nee, we hebben het in alle oprechtheid. Ja, hij was het ook weer. Nou ja, laat maar zitten. Ja. En ik ga mijn uiterste best doen om het voortaan. Ja, precies. Helemaal, goed te herinneren. Ja. Nou, dat komt helemaal goed. Nou, ik denk dat een fantastische dag toch moet gaan. Het is heerlijk weer. Het is blauw. Er is wind. Ja. En er is pers. En, ja, we gaan dadelijk een interview doen met Link. Link Media. Link Media. Ja, dat is niet met de K, maar met de Q. Ja. Dus het is niet Link, maar Link. Ja, dus we gaan nog online dadelijk via de andere kanalen. Precies. Hey, ik zie Sandy dat live. Sandy is live.
Hey Sandy, gezellig. Goed, dames en heren, rij even langs de molen, zwaai naar ons. Toeteren. Gooi geld in het terras, gras en dan zien we jullie zo. Toeteren. Later. Ook de 200-jarige dame aan de molendijk kon niet wachten om het jubileum in te luiden. De zeilen stonden strak op de wieken. De feestvlaggen in het wiekenkruis wapperden dat het een lieve lust was. En nu kon onze jarige molen eindelijk aan de slag om de broodnodige omwentelingen te gaan maken. En omwentelingen werden er gemaakt. Er werd gedraaid alsof de 200 jaren niet gepasseerd waren. Hij leek wel nieuw. Vele passanten groetten de jarige met respect en enthousiasme en wensten haar het beste. Er was ook nog een cameraploeg van Link Media aanwezig om een reportage te maken van deze bijzondere dag. En het is een prachtig videodocument geworden van deze mijlpaal. De link hiervan vind je in de omschrijving van deze video. Om de molen draaiend te houden, mogen wij ons gelukkig prijzen met een grote vriendenkring die ons jaarlijks een bijdrage doen. Verder verkopen wij meelproducten zoals pannenkoekenmeel, broodmeel en de allerlekkerste cakemixen. Ook met de aankoop van het meel steunt u de molen. Ter gelegenheid van het jubileumjaar 2021 is er een speciale jubileumcake geïntroduceerd. Een feestelijke cake met de heerlijke smaak van stroopwafel. Deze jubileumcakemix is vanaf heden te koop bij groentewinkel Sjoukes en Vers van Voorne. De molen Oostvoorne heeft zich wederom van haar beste kant laten zien. En hoopt op een jubileumjaar dat ook nog met haar vele vrienden gevierd kan worden. De plannen zijn er volop en zullen bij de eerste mogelijkheid worden uitgerold. Dan heffen we samen onder het genot van een heerlijke pannenkoek het glas op de jubilaris aan de molendijk. Aan het einde van de dag is de molen in de vreugd gezet en zelfs in het donker staat zij in het zonnetje te stralen. Voor de gelegenheid van dit 200-jarig bestaan hebben we de molen speciaal aangelicht. Zeker de moeite waard om er in het donker eens langs te rijden. Bedankt voor het kijken en we zien jullie hopelijk snel weer persoonlijk bij onze mooie molen.